Mediawerkers zijn vandaag geïnformeerd over de voorbereidingen van de algemene vrije en geheime verkiezingen van 2020. Het ministerie van Binnenlandse Zaken en de UNDP hielden in de ballroom van Torarica een informatiebijeenkomst. Minister Mike Noor Salim opende de bijeenkomst. Een van de zorgpunten die hij aanhaalde is de duizenden onbestelde oproepingskaarten. Om zoveel mogelijk burgers naar de stembus te krijgen, is de media een onmisbare partner, zegt de bewindsman. Bij de verkiezingen van 2015 werden wij, het ministerie van Binnenlandse Zaken, dus geconfronteerd met ruim 38.000 onbestelde oproepingskaarten. Dat lag veelal aan het gegeven dat burgers op een ander adres staan ingeschreven dat ze daadwerkelijk wonen. Er is weliswaar een wettelijke verplichting op het doorgeven van verhuizingen, doch de praktijk blijkt weerbarstiger. Burgers laten het om onbekende reden vaak na om een verhuizing door te geven bij het bureau voor burgerszaken waar ze staan ingeschreven. Om die reden achten wij het noodzakelijk om een ter inzagelegging van de voorlopige kiezerslijsten te organiseren. En aan het eind van deze maand zal er een aanvang daarmee worden gemaakt. De voorzitter van de Surinaamse Vereniging van Journalisten, Carla Boetius, legt de nadruk op de objectieve verslaggeving. Ze benadrukt echter dat mediawerkers zich niet moeten laten misbruiken door de politiek. Wij hebben de rol om, zoals ook het thema zegt, om te staan tussen de overheid en de samenleving. Maar vaak wordt er gebruik en misbruik gemaakt van de media. En daar moet er ook op gelet worden. Vooral als we richting de verkiezingen gaan, dan worden de politieke partijen zeer actief en worden de beste vrienden met de media. Om in dat geval soms misbruik te maken van de media. En dan moet er ook kijken we richting de medewerkers om daar vooral alert op te zijn. Laat er geen misbruik van jou gemaakt worden. Jij hebt de taak om de samenleving te informeren over alles dat goed en slecht gaat. Maar wanneer het bij politieke partijen een beetje misgaat, nou, dan vinden ze het niet zo leuk dat het nieuws gebracht wordt zoals het is. Want dat is dus de kunst, het nieuws brengen zoals het is. Niet in favor van deze of gene partij, maar zoals het is. De voorzitter van de Surinaamse Vereniging van Journalisten, Carla Boetius, vandaag bij de opening van de informatiebijeenkomst georganiseerd door het ministerie van Binnenlandse Zaken. De bijeenkomst is gehouden in verband met de verkiezingen van 2020.